Ik lees het niet. Maar ik weet het. Omdat je het een leuke juffrouw gaat, dan spreek als juffrouw. Ja. Ongeduldig. Thank you.
ben plannen om, om bij iemand van de Apple op te nemen. Je zit te vloeken, man. Dit is leuk. Dat weet ik. Ja, wat zo. Dit is leuk. Het volgende gedeelte van de clip krijgt dus degene die meespelen is Niels, broertje van Aniek, Kokkie van der Wel, is de moeder van Sophie, en Jos van Pol, de vader van Linda. Nou, in dit gedeelte van de clip zorgt ervoor, het gebeurt gewoon, dat de ouders vertrekken. En dat is de kinderen, dus in dit geval alleen nog Adriaan, het Rijk alleen hebben. Kijk, volg. De ouders zijn dus vertrokken. Nou goed, party time. En de prettige collega's en artiesten. Rianne van Erspoel. Zij is artiest geworden omdat ze serieus overkomt. Marika Roos. Zij is artiest geworden omdat ze volgens Brouwer een modepoepje is en stoer overkomt. Linda van Pol. Zij is artiest geworden omdat ze goed bij de groep was en omdat ze mooi haar heeft en zo anders. Nicky van der Wielen. Zij is artiest geworden omdat ze romantisch overkomt. Aniek Schrijver van der Wielen. Zij is artiest geworden omdat ze mooi kinderlijk gezicht heeft. Merel van Dort. Zij is artiest geworden omdat ze ondeugend overkomt en moeite van heeft. Adriaan van Duin. Hij is artiest geworden omdat hij stoer overkomt op de camera. Dit zijn de artiesten waarop drie.